Goed, dames en heren, fijn dat jullie er zijn hier op de gemeentewerf in Oldebroek. Na een lange tijd van voorbereiding hebben we nu een heel mooi moment. Namelijk de opening, de start, de inwerkingstelling van de zeezoutaccu. Een uitvinding van onze eigen Oldebroeker Marnix ten Kortenaar. Dus ik ben eigenlijk als wethouder voor duurzaamheid en wethouder in Oldebroek dubbel trots dat we hier in onze gemeente met heel veel gespreid onroerend goed deze zeezoutaccu nu echt in werking zetten. Want die gaat ons helpen, hier ook in de gemeente, in onze opgave om uiteindelijk een klimaatneutrale gemeente te worden. En juist met heel veel gespreid onroerend goed, boerderijen, huizen, bedrijfsdaken. Nou, iedereen zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak. Dan sla je je eigen stroom op in de zeezoutaccu en vervolgens de stekker in de hand, want hier hebben we de op elektriciteit rijdende truck van de gemeente. Maar er mag natuurlijk ook een auto thuis zijn of een heggenschaar die werkt op elektriciteit. Zo zijn er heel veel apparaten, steeds meer apparaten waar we elektriciteit voor nodig hebben. En hoe mooi is het dat je je eigen energie kan opwekken op het dak met de zonnepanelen. Je slaat hem op de zeezoutaccu op een hele duurzame manier. En vervolgens ga je energie tanken en gebruiken op het moment dat je nodig hebt. Marnix, ik ben heel blij dat jij nu bij ons bent als uitvinder van deze prachtige en belangrijke innovatie. En ik wil graag aan jou vragen om de echte openingshandeling en starthandeling te verrichten door, ja, hoe kan het anders, de stekker in het stopcontact te steken. Zo simpel is het, hè? Ga je gang. Hey, super. En hierbij verklaar ik de zeezoutaccu in werking gesteld. En nogmaals, ik hoop dat heel veel mensen in onze gemeente, maar ook buiten onze gemeente, dit voorbeeld gaan volgen. Zodat we deze prachtige innovatie op heel veel plaatsen in Nederland en waarschijnlijk ook erbuiten, maar eerst maar eens even in Nederland, zullen aantreffen. Ja, we bevinden ons hier in Wezep op industriegebied H2O. En H2O is natuurlijk water. Dus dit gebied is heet water, H2O. En we staan hier bij het afvalzout van de gemeente. Dat afvalzout is in chemische woorden natriumchloride. We gooien het allemaal op onze eitjes als we wat lekkers eten. De straat hier, dat is de Amperestraat. En wij zijn hier sinds 2008 bezig geweest om te spelen met zout en met water en met amperes. En als je dat combineert en je denkt nog eens na en je denkt weer na, dan komt er een batterij uit. En die batterij hebben wij de zeezoutbatterij genoemd. Het pandje wat we hier hebben hiernaast wordt gehuurd van de Zeestichting. Dus men zegt hier op de Veluwe wel dat de wereld gestructureerd is door het woord. Maar als je dat waarneemt, dan kun je alleen maar zeggen, het zal vast wel kloppen. Marnix ten Kortenaar, wetenschapper, ondernemer en vooral uitvinder. Woonde in Wezep, nu in Israël. De naam van zijn bedrijf is Dr. Ten. Hoe komt hij aan zijn naam? Ja, ik heet Ten Kortenaar. En daar zit het woord Ten natuurlijk al in. En toen werd ik ooit met schaatsen, werd ik tiende op de Olympische Spelen. En toen begon iedereen mij Mr. Ten te noemen. En ja, in Japan en verre landen was dat natuurlijk helemaal logisch. Dus ja, toen ik een bedrijfje begon in 2008, zocht ik een naam. En toen dacht ik, ja, dat moet dan maar gewoon Mr. Ten worden. Maar ik had inmiddels een beul gekregen. En mijn vriend die noemde me Dr. Ten. Dus ik dacht, ik doe iets met wetenschap. Dus vanaf nu wordt het dan maar gewoon Dr. Ten. En dat resulteerde in een wel heel bijzondere milieuvriendelijke uitvinding. Wat je hier ziet, het is eigenlijk een nieuwe accu, een nieuwe batterij. Ook een nieuwe capacitor, zoals dat met een mooi woord heet, een condensator. En die wordt gemaakt met zeezout en goedkope groene en schone materialen. Dat is een nieuwe batterij. De bestaande batterijen in de markt zijn vooral lithium en loodzuur. Maar wij hebben een batterij ontwikkeld die geschikt is om bijvoorbeeld zonnestroom in op te slaan. En dat is nodig, want straks krijgen we nog veel meer Tesla's en nog veel meer zonnepanelen. Ja, en dan moet je toch die energie overdag ergens kwijt.
En wij hebben dan goede hoop dat er een hele hoop accu's nodig zijn. En dan zeggen we ja, dat moet dan eigenlijk ook een schone, een groene en een goedkope accu worden. Een nieuw soort batterij bedenken. Hoe is dat idee ontstaan? Nou, ik ging jaren geleden naar Afrika toe. Dat was hier met een groep jongeren uit de kerk. 2007 was dat alweer, 14 jaar geleden. Toen zag ik dat al die mensen zonnepanelen hadden, maar geen goede batterij. Ze hadden geen batterij die je buiten kon zetten. He, als je je iPhone met de lithiumbatterij in de zon legt, dan gaat dat niet werken. Dus ik had het gevoel, die mensen moeten een goede accu hebben. En ik was toevallig in bijna hetzelfde onderwerp afgestudeerd een aantal jaren daarvoor. Dus dat was voor mij eigenlijk een moment dat ik weer getriggerd werd van joh, ik ga gewoon een batterij ontwikkelen. Al in 2013 kreeg je de Terlouw Innovatieprijs. Was dat belangrijk voor je? Jawel, dat helpt allemaal. Want elke bemoediging die je krijgt, die helpt. Je hebt in zo'n traject heb je een hoop momenten dat je denkt, joh, gaat dit ooit echt wat worden? En hebben we nog de puf? Hebben we nog het geld? Hebben we nog de energie? Hebben we nog de mensen? Gaat dit echt slagen? Maar iedere keer als je zo'n punt eigenlijk wat wegzakt, ja, dan kan zo'n innovatieprijs of net zo'n duwtje in de rug of toch weer net een beetje subsidie, dat duwt je dan eigenlijk weer vooruit. En ja, dat gebeurt ook elke keer. En de toekomst voor deze milieuvriendelijke uitvinding, hoe ziet die er nu uit? Wij zien dat er een hele grote vraag is. Dus marketing is voor ons eigenlijk niet de grootste zorg. De hoofdzorg is nu vooral, hoe krijgen we massaproductie? Het is eigenlijk gewoon een levensmissie. Dus ik hoop dat ik een oud mannetje mag worden. En als dat zo is, dan blijf ik nog wel even met die batterij doorgaan.